Ik was hier vandaag op uitnodiging van Foodyard om een inspiratiedag te verzorgen voor een 30-tal gasten. Ik laat een beetje mijn visie zien, mijn gerechten en vooral ook het ondernemerschap, wat ik gewoon heel belangrijk vind, dat het gezond moet zijn. Ik heb iedereen meegenomen of de beleving gegeven hoe een gast in de White Room zit. Ja, ik had een 3-gangen menu gemaakt en ja, een paar aperitief hapjes en snacks die ik ook gewoon allemaal heb uitgelegd. En dat vond ik juist leuk om, ja, omdat gewoon, ja, iedereen weet nu wat ik een beetje doe in de White Room. Ik hoop dat de mensen dusdanig iets hebben meegekregen. Goed zoekt naar duurzaamheid. Maar ook qua smaken, dat het een beetje gasten laat terugkomen. Daar gaat het om. Ja, ik vond het erg leuk om te doen en ja, leuk om uitgenodigd te worden. Ik heb heel veel verteld over mijn bereidingen. Je probeert gewoon zo intens mogelijke smaken uit je product te halen. Dus niet zomaar een bloemkool afkoken, maar wanneer heb je je mooiste crème? Kijk, en dat is bedoel ik van, verstop niet iets als chef zijnde, maar deel het. Dan worden de mensen die tegen jou opkijken of wat dan ook, die worden gewoon alleen maar beter.